Radboud UMC heeft een Europese primeur. Het ziekenhuis is de eerste gebruiker van de mobiele apps van Epic, Kanto en Haiku. Bas Bredy is een enthousiaste gebruiker. Ja, ik ben er enorm enthousiast over. Ik heb het net geregistreerd en gedownload. Ja, wat je dus kunt zien is je eigen patiënten die op de afdeling opgenomen zijn. Je poly planning, ik zal even laten zien. Kijk, ik heb hier gewoon mijn poly nu. Ik kan een patiënt even in detail bekijken. Ik krijg meteen de snapshot. Ik kan even een patiënt bellen. Ik kan zijn medicatie bekijken, zijn voorgeschiedenis, de bloeduitslagen. Ontzettend handig. Wanneer zijn momenten op de dag dat jij zelf verwacht dat je dit gaat gebruiken? Ja, dat zijn een beetje van die dode momentjes. Natuurlijk kijk je ook tussendoor even naar je e-mail. En dat zijn zeg maar de momenten dat je ook even in je inbasket duikt. Ik kan me ook voorstellen dat ik een stukje poly thuis voorbereid. Dit is een beveiligde verbinding. Ik kan dus overal ter wereld, bij wijze van spreken, even naar Epic gaan en zaken die mijn patiënten aangaan bekijken. Wie wil dit niet, zou ik zeggen. We gaan het verspreiden onder elkaar. En ik denk dat dit heel snel algemeen gebruikt gaat worden. Dus buitengewoon handig en bruikbaar.